Hallo mensen van Wars Enemy 5. Yo, vandaag doe ik een GTA filmpje. En ik ga jullie laten zien hoe je heel snel heel veel geld kan maken. Nou, zoals jullie kunnen zien heb ik nu 14.180 op cash. Dat komt omdat ik een handig ding heb voor dat voor de survival dingen. Nou, ik pak mijn shotgun. Fuck you bitch! Give me it, give me it. Nee, ik zit niet echt door mijn headset te lullen. Ik zit gewoon een beetje tegen jullie te lullen. Maar ja, dat zou je wel kunnen doen om het sneller te laten gaan. Ik doe het nu even zo. Hoe ik het heel vaak doe is dit. Meestal vermoord ik hem nog. Doe ik nu ook wel gewoon. Hé, lol. En ik heb het natuurlijk weer helemaal verkeerd gegaan. Ik ga hem wel gewoon online zetten. Ik laat ook gewoon lollig mijn faal zien. Nou, wat ook een groot voordeel is bij deze winkel, is kijk hoe dichtbij die pay and spray is. Oftewel de modification store. Hup. En ik ben binnen. Nou, dit is mijn mooie bullet. Ik heb nu nog meer geld. Hup. Ja. Dus, bullet. Maar, sowieso, daarvoor kwam ik hier niet. Ik kwam hier om jullie even wat te laten zien. Nou. Ten eerste, oh. Sorry, ik zat even niet op te letten. Ik vind hem wel vet, die bullet van mij. Ik heb die bullet kunnen kopen omdat ik die 500.000 automatisch van dinges kreeg. Van Rockstar, omdat we de eerste paar dagen kon je niet online spelen. Dus vandaar ook nu even. Ik heb ook het duurste huis nu. Ik wou hem eerst niet kopen, maar ik wou het vanwege die auto glitch. Maar dat is uiteindelijk helemaal niks geworden. Nou, wat ga je doen? Je staat bijvoorbeeld in de 7-Eleven noem ik het altijd. Dat is een winkel in het buitenland. Ik weet niet of we het ook in Nederland hebben, maar ik denk het niet. Nou, je gaat eerst naar options. Ik heb hem bij last location. Dat moet je altijd doen. Nou, niet altijd. Meestal zet ik hem ook op property, maar voor dit moet je hem op last location zetten. Zo. Kut. En daarom moet je is nou een groot voordeel als je ze vermoordt. Dan weet je zeker dat ze dat niet doen. Nou, ik doe altijd nog even dit. Ja, ik doe nu expres alles relaxed. 1200 heb ik van hem gekregen. Nou, thanks mate. Nou, dat doe je zo. Find new session. Ook. En duurt even. Nou, ik heb nu denk ik al zo'n 3000 of zo verdiend. Dus het gaat eigenlijk nog sneller dan dat andere, hoe heet nou? Die survival dingen. Daar moet je altijd. Dichtstbijzijnde waar ik nu was. Bij die survival moet je altijd gaan. Als je daar zo achter zo'n containerachtig iets gaat. Ben je veilig. Dan kun je gewoon 10.000 tokens krijgen als je niet stoer gaat doen en midden in rennen wat ik altijd doe. Dus, voor de mensen die het niet weten, ik speel op de Xbox. Dan hoef je niks te doen. Gewoon wachten tot die geladen is. Maar ja, voor de mensen die het niet weten, ik speel op de Xbox. Dus, als je een keertje met mij die survival dingen wil doen. Ik vind het best. Vind ik heel vet. Maar je moet wel een Xbox hebben. Ik heb geen PlayStation of zo. En ik ben alcohol aan het drinken natuurlijk. En kijk eens. De store is weer open. Hi. Oh no, how many times in one month? Oké, hij pakt echt telkens gewoon dat geweer. Nou, wat ik dit keer ga doen, is zo snel mogelijk mijn bullet pakken.
Bullet, kom hier. Is gewoon mijn kogel. Oh shit, had ik nou toch maar weggegaan. Nou ja, lekker boeiend. Ook als de politie je pakt, zoveel boeit het eigenlijk niet. Want een groot deel van je geld hou je nog, zolang je het niet op de bank zet. Dit moeten jullie onthouden. Ze zeggen altijd van, ja, your cash can be stolen. Maar dat is gewoon gelul. Ik weet niet hoe ze dat dan moeten stelen. Moeten ze zeker je account eerst hacken? Ja, dan kunnen ze alles stelen. Maar ja, dus ik zou als ik jou was bijna altijd alles cash houden. Tenzij je iets wil kopen van een site. Dan moet je het wel gewoon even op de main bank zetten. Maar voor de rest zou ik altijd alles cash houden als ik jou was. Nou, even kijken hoeveel ik van mijn last job heb gekregen. Veel minder dan de vorige, maar ja, lekker boeiend. Maar ja, voor de mensen die het niet begrepen, ik doe hem nog één keer voor. Dus, je gaat hierheen. Je kijkt waar deze staat. En je gaat naar options. Last location. Mooi. Daar zet je hem neer. Loop je naar binnen. Hallo. Hallo. Hallo there. Give me your money, bitch. Give me it. Nou, dus dan ga je gewoon een beetje zo schieten. Waarom ik dit altijd doe, is omdat hij dan, je ziet rechtsonder, intimidation of zoiets. Als het helemaal vol is, dan geeft hij het. Dus gewoon een beetje op zijn hoofd richten en omheen schieten. Dan gaat het sneller. Kijk. En nu kun je ook gewoon precies zien hoeveel je hebt gekregen. Waar heb ik mijn bullet neergezet? Ah, hier. Nou ja, dus... Wat doe je dan? Online. Find a new session. En je gaat weer naar een nieuwe sessie toe. En de store is weer open. Dus zo kun je door blijven gaan. En het gaat nu ook best wel lekker. Dus ik denk dat ik het zelf ook gewoon blijf doen nu even. Ik ga een keertje opnemen hoe lang het duurt. Ik heb 4 stores overvallen in 7 minuten. Nou, is wel lekker. Dus... Zo blijf ik het denk doen even een tijdje. Dus, maar ik check jullie later. Het race gaat nog altijd sneller als je met vrienden boost. Maar ik check jullie later. Laters.